Cicero, Proboscio, ingesproken teksten, paragrafen 19, 20 en 21. Dat is in de IJsselbundel hoofdstuk 4, paragraaf 2, A, B en C. Over het bondgenootschap van Magnus, Capito en Gisogonus. Cicero wil hier aantonen dat de omstandigheden van de moord en Paul, wat daarna gebeurde, enorm verdacht zijn in de richting van Capito, Magnus en Gisogonus. En heel ontlastend voor Sextus Roscius junior, de aangeklaagde. Want het is allemaal wel heel verdacht. Het bijzonder is natuurlijk dat wat hij hier schetst allemaal zo uit de lucht gegrepen lijkt te zijn, maar zo goed wordt verteld, zo helder voor ogen wordt gezet, dat je in feite wel gelooft. Want het is een soort filmpje wat heel erg gedetailleerd is. Maar het bewijs daarvoor, vraag ons af, hoe komt hij daaraan? Waarschijnlijk heeft hij het niet. Hij verzint maar wat om het wat geloofwaardiger te maken. Schaduw van Koetsje. Dat zie je hier, een cliënt van Magnus en Capito. Die gaat als een speer naar de moord, gaat hij naar Ameria om te melden aan Capito wat er allemaal gebeurd is. Niet aan Sextus Roscius junior, nee, aan Capito. Dat is verdacht. En dan gaat hij vertellen van ja, toen ze daar eenmaal in Ameria waren, toen zijn ze met z'n tweeën, Magnus en Capito, zijn ze naar Gisogonus gegaan om een samenzwering af te spreken. Ook daarvan denken wij van ja, Cicero doet wel alsof hij alles weet. Maar hoe weet hij het? Eigenlijk weet hij het helemaal niet. Komt de tekst. Manlius Glaucia, dat is dat helpje, het helpertje, die bode, die meldde de moord op Sextus Roscius razendsnel aan Capito. Dan komt hij. Occiso Sexto Roscio. Abusus absolutus, hè? En hier is een PPP. Dus nadat Sextus Roscius senior uiteraard vermoord was, ook hier zo, vermeld, of dus een presens historicum, persoonsvorm van de hoofdzin, presens. En een presens historicum mag je vertalen met de verleden tijd. Maar het staat hier in de tegenwoordige tijd in het Latijn om het extra spannend te maken. Meld als eerste naar Ameria een zekere Manlius Glaucia, quidam een zekere, een homo tenuis, een onaanzienlijk, onaanzienlijk mannetje, een libertinus, een vrijgelaat, een cliënt en familiaars, een cliënt en een goede bekende van Titus Roscius Istius. Hier, die vervelende Isti is altijd negatief en Ili is altijd positief. En hier wijst hij naar Titus Roscius. En dat is die Magnus die daar aanwezig is. En hij maakt die Manlius Glaucia meteen verdacht door hem onaanzienlijk te noemen, een vrijgelaten, een cliënt, een afhankelijke dus, en een goede bekende van die Titus Roscius, die schurk hier. En deze man, die Manlius Glaucia, meldt aan het huis, niet van de zoon, maar aan die vijand daarvan, Titus Capito, meldt hij dat die Sextus Roscius vermoord is. Dat is natuurlijk gek, niet naar die zoon wat je zou verwachten, maar naar die Capito. En hier heb je te maken met een chiasme. Ameriam noemt hij dat, hij meldt het in Ameria en niet noemt hij dat domum, noemt hij dat Ameriam en noemt hij dat domum, precies omgedraaid. En terwijl deze, het gaat over die senior, gedood was, na het eerste uur van de nacht, dus dat is het begin van de nacht, nou het eind van de zomer was die moord gepleegd, dus dat zal zo rond de 10 uur, 9 uur, 10 uur zijn of zoiets. Terwijl dus die man gedood was, na het eerste uur van de nacht, primo di luculo, nuntius hic Ameriam velit, kwam deze bode, die Manlius Glaucia, bij het eerste daglicht in Ameria. Of die heeft het razendsnel gedaan, 80 kilometer in een paar uur. Nou, dat is ongelooflijk snel. Dat benadrukt Cicero dan ook. Per volavit, hij heeft een vliegensvlug afgelegd in 10 nachtelijke uren heeft hij 56 mijl milia passum. Dus dat zijn 1000 van passen, is gewoon een mijl, 1,5 kilometer ongeveer. Heeft hij afgelegd kisiis in koetsjes. Dat is ook verdacht, want dat betekent dus dat hij Capito en Magnus dat van tevoren al hadden beraamd. Hadden ze al koetsjes klaargezet, zodat hij Glaucia daar heel snel heen kon gaan. Want zo ging het in de Romeinse tijd. Je ging een 10-tal, 15-tal mijl ging je dan heel snel rijden, dan zijn die paarden moe, moet je een nieuwe koets nemen, en zo verder, en zo verder, en zo verder. Maar dan moet je natuurlijk voorbereiden. Oftewel, ze waren het al van plan. Het is een moord met voorbedachte raden. Dat kun je halen uit het kiezen iets. Dat is natuurlijk het framing wat Cicero hier doet. Niet alleen
ut exoptatum nuntium inimico primus afferet. Niet alleen om te brengen als eerste het hevig verlangde bericht aan de vijand. En hevig verlangd wil ook zeggen voorbedacht te raden. Is het gebeurd? Ja, het is gebeurd. Dat is het zeer verlangde bericht. Ook dat is suggestief van Cicero. Want hij weet dat niet, hij suggereert dat maar. Maar ook, zegt Etiam, om ostenderet, opdat hij toonde, priorem recantissimum, kwam het zo vers mogelijke bloed van zijn vijand, dat is natuurlijk die Sextus senior, en het wapen, opdat hij dat toonde, het wapen, paulo ante e corpore extractum, extractum ppp, van extra, dat congruent met het telum, het wapen wat gehaald is, getrokken is, heel kort daarvoor uit het lichaam van die Sextus. Uitermate suggestief, ook omdat, je zegt hier, om dat bericht te brengen, dat wordt kort afgedaan. Ook dat weet ik niet zeker natuurlijk, maar hij doet het kort af, dat kunnen we iets meer voorstellen, maar dat is kort. En dit, dat bloed en dat zwaard, dat wordt gewoon heftig getoond met veel woorden. Het zeer zo recent mogelijke bloed en dat wapen dat net nog uit het lichaam is getrokken. Dat stelt hij voor ogen, je kunt het zien als het ware. En je denkt, oh mijn god, wat een ellendeling. Dat is ook de bedoeling dat je dat denkt. Op de vierde dag nadat deze dingen gebeurd zijn, en deze dingen is dus de dood van Sextus senior en het melden daarvan in Ameria, op de vierde dag nadat deze dingen gedaan zijn, wordt de zaak gemeld bij Chrysogonus in het kamp, het legerkamp van Lucius Sulla in Volterra. Volterra is de locatieve. Magnitude pecuniae demonstrator. De grote hoeveelheid van geld wordt aangegeven, demonstrator. Kan nog prezes historicus, maar werd mag natuurlijk ook. Bonitas praediorum, de kwaliteit van de landgoederen. Want hij, dus senior, liet achter 13 voenders, 13 boerderijen, die bijna allemaal aan de Tiber liggen. Dat is natuurlijk gunstig, hè? Want als je aan de Tiber ligt, dan kun je gewoon het graan en zo wat je oogst, kun je meteen vervoeren naar een Rome of een welke plaats dan ook. Bovendien kun je de landerijen bevoeren vanuit die Tiber. Dat is uitermate gunstig. Dus dat aan de ene kant, magnitudo bonitas aan de ene kant. Aan de andere kant, huius inopia et solitude commemoratur. De armoede van hem hier, dat is junior, en zijn eenzaamheid, commemoratur, worden vermeld, worden in herinnering gebracht. Zij geven aan, demonstrant, en dan is het een hele lange AC. Ik zal het even verkleinen daarvoor. Dan heb je dit hier. Zij geven aan, demonstrant, dat is van de hoofdzin. En dan heb je hier de zin die doorloopt met een AC. Zij geven aan dat deze man in Cautum, niet op zijn hoede, en Rusticum, plattelandsman, en onbekend in Rome, ik notum Romae, Roma is weer locatief, dat deze man Demedio Tolli Posse uit de weg geruimd kan worden, per facie, heel makkelijk. Per facie is een bijwoord. En Tolli is een infinitief presens passief. Asi. En dan die bijzin, terwijl de vader van hem, Sextus Roscius, een homo tam splendidus et gratiosus, een man zo splendidus, zo aanzienlijk, hè, zo belangrijk, en gratiosus met uitstraling, invloedrijk staat er, en invloedrijk, terwijl dus deze, de vader van hem daar, gedood is, nullo negotio, met geen enkele moeite, nullo negotio, dan geven ze aan dus dat het makkelijk is om deze man, junior, heel makkelijk uit de weg te ruimen, dat hij uit de weg uit kan worden. Nou, dat per facie en nullo negotio staan die op één lijn. En het is een a fortiori redenering. Want als die man, die zo belangrijk is en zoveel uitstraling heeft, al zo makkelijk gedood kan worden, hoe makkelijker is het dan wel niet om die man, die helemaal onbekend is, uit de weg te ruimen? Nog veel makkelijker. Geen enkel punt. Deze man was een fluitje van een cent en dit is echt helemaal geen enkel punt. Een a fortiori redenering.
Als een rem op Bramson Polykentoor. Voor deze zaak beloven zij hun hulp, hun medewerking op Bramson. Suom is natuurlijk, als het terugstaat op het onderwerp, en het onderwerp zijn die Capito en Magnus, dus vandaar dat je staan moet met hun medewerking. Nee, de Jutsu Steniam Judicus, Sokietas Cobitur. En om u niet langer tegen te houden, vast te houden, heren rechters, Sokietas Cobitur. Een verband, een vennootschap wordt aangegaan, Cobitur is passief present. Nou, het zijn allemaal zaken die hier aan bod komen waar Cicero helemaal niets van weet. Die hij alleen maar aangeeft. Het wordt allemaal gesuggereerd. En het wordt, nou ja, het heeft niet. Voor hem is het van belang dat de juryleden hierin meegaan. Want ze moeten bang gemaakt worden voor die Grisokunus. Die man moet uit de weg worden geruimd, in feite. En hier staat al in de eerste plaats. Hij doet mee met de samenzwering die opgezet is door die Magnus en Capito. Om die junior uit de weg te ruimen. Deze man, Grisokunus, is een gevaar. Niet alleen voor hem, voor Julio, maar uiteindelijk ook voor u. Dat is gewoon zijn frame. Dan, cum nulla jam proscriptionis mentio fieret. Toen er geen enkele sprake van proscriptie meer plaatsvond, fieret, gedaan werd, dat meer is wel belangrijk, nulla jam, het was al klaar, dus de proscripties, dat telde niet meer. Toen zelfs degene die eerder bang waren geweest, qui ante meturant, toen die terugkeerden, cum redierend, en meenden arbitra rentus, een deponent, coitius imperfectum vanwege dat cum, en toen die mensen dus meenden dat zij ontkomen waren aan de gevaren, defunctos periculis, en dan moet je aanvullen C, of dat aanvullen S, dat zij ontkomen waren aan die gevaren, wordt potverdorie nomen refertur in tabula sexi Roski. Wordt de naam aangetroffen op de lijsten van Sextus Roscius. Een man, studiosissimi, die heel erg betrokken was bij de adel. Die een groot aanhanger was van die adel. Nou, dat is raar, want juist de adel heeft gewonnen. De adel, dat zijn de optimi, de optimates. De partij van Sulla, die man was een groot aanhanger van Sulla. En wat gebeurt? Zijn naam komt op de lijsten van de vijanden van Sulla. Dat kan niet. Dat is onlogisch, dat klopt niet. Bovendien waren die lijsten al gesloten. Dat wordt net al gezien. Die senior ging als een gezellig manneke daar in Rome aan de boemel. Zich van geen enkel gevaar bewust. Hij was niet op die proscriptielijst. En verdorie, hij was al gesloten, die lijst. Hij hoorde bij de goede partij. En wat gebeurt er? Zijn naam komt op die lijst. Dat zal zo blijken. Van die man. Van wie Grisokunus de opkoper wordt van de goederen. Van wie het goederen Grisokunus ineens de opkoper wordt. Tria praedia vel nobilissima capitoni propria traduntu. Drie landgoederen, en wel hele mooie, gaan over als eigendom naar Capito. Quae hodie possidet. Die landgoederen die hij vandaag de dag bezit, possidet. Dat is geen prehistoricum, dat is gewoon nu nog steeds aan de hand. Op de rest van zijn fortuin doet die Titus Roscius, die Magnus, een aanval in naam van Grisokunus. Quem ad modum ipsi dicit, zoals hij zelf zegt. Haec omnia judices imprudente Lucio Sulla facta esse certio scio. Ik weet zeker dat al deze dingen, hier rechters, gedaan zijn facta esse, zonder dat Lucius Sulla er iets van af wist. Imprudente Sulla, absolutus absolutus, zonder esse. Nou, hier wordt dus gezegd van oké, de proscriptielijsten zijn gestopt. Iedereen komt al terug. Iedereen duidelijk dit gevaar is geweken. En ineens komt die naam van Sextus Roscius op die lijsten terecht. Een man die uitermate grote aanhang was van de adel. En wat gebeurt er? Die Grisokunus die wordt opkoper van zijn boerderijen. Drie boerderijen gaan in de Capito. Hij bezit ze nog steeds. En de rest, daar doet die Roscius een aanval op. In naam van Grisokunus. En dat een aanval doen op is natuurlijk een metafoor. En
Dat wil zeggen dat die Roskies zeer te kwade trouw. Die wil de rest van die dingen van die boerderij ook hebben in naam van Hesokonus. Dit stukje in Prudente Lucio Sulla is wel belangrijk. Want Cicero is natuurlijk als dood dat Sulla zich tegen hem keert. Dat Sulla ineens de jonge Cicero in het oog krijgt. Nu van, hij werkt mij tegen. Hij valt me in feite aan. Nee, zegt Cicero, Sulla wist er niets van af. Hem val ik zeker niet aan. Want hij wist er gewoon niks van af. Ook dat is onwaarschijnlijk dat Cicero dat weet. Hoe Sulla daarover heeft gedacht, of hij daar iets van af wist. Maar hij moet hier aangeven, ja, Sulla die is niet tegen junior, is niet tegen mij, is ook niet tegen u als u voor die junior gaat stemmen. Hij weet gewoon niks van af, hij staat hier helemaal buiten. Dat is belangrijk voor Cicero om te benadrukken.